my greedy ass. Ik kijk naar dit en ik denk, is dit wel lekker? Maar het is alleen maar gebakken. Neem je dat? Sushi. Ik heb een kokobok op. En er kan wel wat bij. Maar ik kon het zelf samenstellen. Het is met tonijn. Nee, ik ga het hierin doen. Ik ben echt helemaal in die film. Andere sushi bewaar ik voor morgen. Ik ga dit sowieso niet helemaal opkrijgen hoor. Ik zit al een beetje vol. Mijn moeder en mijn zus zijn even naar de winkel. Met z'n drietjes. Ik zeg je echt eerlijk. Ik vind het echt moeilijk om los te laten soms hoor. Dus ik typ dan van alles naar mijn zus. Wat ze allemaal moet doen. Zegt ze. Je hoeft mij niks uit te leggen. Zo de chicken. Is dat tonijn? Is alles tonijn of zo? Ja. Ik had meer verwacht. Ik bedoel. Nou. Hey mensen, goedenavond. I'm looking. Ja, ik weet het. Ik heb de afgelopen 2 dagen ben ik de hele dag thuis geweest. En ik ben even een papjes voor Ace aan het maken, want Ace is in bad. Oei. En gisteren was even bij mijn moeder en mijn zus. En mijn moeder had deze knijpfruit gehad bij Foma. Wacht even. Deze is appelaardbei. Drijf een zwarte bes, maar deze heb ik nog niet geproefd. Maar deze. Dit is gewoon Tania's. Tania's knijpfruit. Dit is passievrucht, mango. Dat is sowieso mijn favoriet. En dan appel erbij. Maar ik had dus eens, nadat hij een dutje had gedaan in de middag, had ik deze gegeven. Nou, bij eentje begon hij al te huilen van ik wil er nog één. Zo lekker. En mijn moeder... Ik dacht, ik deel deze tip ook met jullie. Ik heb geen FOMA hier in de buurt. En elke donderdag heb ik bij de FOMA volgens mij 20 stuks eieren. Voor 2,20 is als het voor 1,90. Voor 2,20. En dan laat ik mijn moeder voor me halen. Dus mijn moeder heeft 3 stuks eieren voor me gehaald. Het staat wel dat het maar tot 25,11 is. Maar eieren kan langer houdbaar zijn. En Larry eet veel ei. Ik was verbaasd dat mijn moeder 3 had gekocht. Ik vond het best wel veel. Maar mijn moeder dacht zeker hier. En zeur niet meer. En ik ben zo blij dat mijn moeder dan dat altijd meegeeft. Want ik heb wel hier zo'n Turkse slager. Maar daar zijn die eieren al 6,50 voor 40, 30 stuks. Dat vind ik duur. Dus ik vind dit echt een koopje. Maar ik ga mijn avond afsluiten. Ik ga nu al naar boven. Ik wilde me nog inschrijven voor de gym. Want ik had een proefles laten. En het was echt goed. Maar ik durf niet ofzo. Want ik kon die techniek niet echt met kickboksen. Maar waren zulke aardige meiden die me gingen helpen. Of altijd jonge dames. Jonge vrouwen. Maar het was killing. Maar ik denk dat ik het gewoon echt nodig heb. Weet je? En dat ik uiteindelijk echt het wel goed ga doen. Dus ik denk dat ik zo als ik in bed lig... toch ga inschrijven. Want ik moet echt die cycle doorbreken. Ik heb te lang in deze... in een dip gezeten. En heel lang niks gedaan. En ik ga het gewoon doen. Dus ik ga het echt doen. Ik spreek jullie. En ik zie jullie snel weer. Fijne avond. Hola mensen. Welkom bij een nieuwe dag. En ik heb een paar dagen niet gevlogd. I don't know why. Het heeft niks boeiends. Maar ik ben thuis gekomen. Ik moest toen even naar de huisarts. Want ik heb me ingeschreven bij een huisarts wat dichterbij je is. Soms moet legitimeren enzovoort. Het is nu bijna 3 uur. En normaal doe ik altijd dan wanneer ik thuis kom gelijk schoonmaken.
Maar ik dacht, ik ga gelijk koken. Dus ik ga zo meteen als ik klaar ben met koken. Ik maak vandaag trouwens bruine bonen. Ik vind het fijn. Dus ik pasta maken bruine bonen. Dan maak ik bruine bonen. Maar ik wil boven doen en dan vanavond beneden. Maar ik denk van als dit op het vuur is, kan ik net zo goed gewoon beneden fixen. Maar ik moet boven ook doen. Nou, ik ga gewoon hier beginnen, denk ik. Terwijl het hier niet eens echt dat is, maar anders moet ik zo lang wachten met... In de tussentijd kan ik gewoon bijvoorbeeld hier schoonmaken. Dus ik ga gewoon beneden beginnen. En dan neem ik het mee naar boven. Want ja, ik wil wel schoonmaken. En ik wil vandaag zoveel mogelijk doen. Want waarschijnlijk vrijdag heb ik een afspraak. Heb ik twee afspraken staan. Dus dan kom ik waarschijnlijk niet toe aan alles. Heb ik een langere dag. Maar ik ben bruine bonen aan het maken. Ik heb twee potten hiervan. Maar ik vind altijd twee potten net iets te veel. Maar goed is mij. Zoutvlees heb ik uitgekookt. Ik ben op zoek naar een stand waar ik mijn camera op kan zetten trouwens. Zodat ik er meer kookvlog kan maken. Knakworstjes kip. Want laatst had ik eens knakworstjes gegeven. Maar ik had geen kip, ik had varken. En ik, dat was in de week dat ik hem ook, wat heb ik gegeven? Ook koemelk had gegeven. Dus hij kreeg uitslag en ik weet nou niet of het van die koemelk is. Of van die worst. Dus ik heb het allebei gestopt. Oké, ik heb de uitjes, knoflook en tomaat heb ik gesneden. Dat is mooi aan. Die druk zo lekker altijd, hè. Dan ga ik de kip erin doen. Kip heb ik gesneden, gewassen. Schoongemaakt. Die ga ik als eerste erin doen. Ik had het niet vanochtend uit de vriezer gehouden, dus ik was me aan het strokkelen net. Echt, maar ja, het is uiteindelijk gelukt. En dan... Ik denk dat ik nu even de bank ga schoonmaken ondertussen. Nou, de vuil was dan echt aan. Ik heb het gewoon voor. En dan doe ik twee dingen tegelijk, want de tijd tikt en ik word denk ik zo geweld door ik wil echt boven doen, maar ja, dan krijg ik niet op, dus ik ga even de bank even doen. Die bank heb ik ook een week niet gedaan. Het gaat zo snel wanneer, wanneer ik af en toe dingen moet doen. Ik vind het echt vervelend. Ik zal het pas aanzetten. Ik moet sowieso, als ik dit heb opgezet, als ik klaar ben met het breibonen, ga ik even naar boven. Want ik moet dat sowieso doen, hoe dan ook. Dus ik ga proberen zo snel mogelijk te doen. Met alles. En dan pak ik jullie er straks bij. Ja? Dag. Wanneer je kind niet thuis is, maar je ziet zijn programma's. Dit is echt zijn favoriet. Als hij dit hoort, begint hij al zo. Mensen, nadat ik had schoongemaakt en klaar was met bruine bonen maken. Want ik heb uiteindelijk toch beneden gedaan, omdat ik op moest letten op mijn bruine bonen. Dus ik heb
benedenafdeling gedaan. Ik heb wc schoongemaakt, woonkamer schoongemaakt enzovoort. Maar ik ben wel boven eens zijn bed gaan veranderen en zijn schoonmaken kussen. Maar ik heb migraine, dus ik was, ik keek naar de tijd, ik dacht ik kan een uurtje liggen voordat Larry en Ace komen. En Ace is er nog niet. Dus oh ja, ik ga mijn bord laten zien. Ik vind bruine bonen altijd lekker op de tweede dag. Volgens mij ben ik niet de enige. Maar ik heb opgeschreven, ik ga nu eten. Even ingezond, want mijn haar kan echt niet. Ik heb het gewoon in een hoger bolletje gedaan, dus je ziet gewoon mijn wanen. Maar ik ben prayers aan het luisteren. Morning prayers. En ik heb de vaatwas gedaan. Ik heb met E samen uit zijn speelgoedbak heb ik wat speelgoed eruit gehaald wat hij mocht kiezen. Ik heb dit eruit gepakt. Dit vindt hij niet zo leuk, maar ik wil dat hij afleert om snel bang te zijn. Dus ik ga proberen het gewoon echt te zetten en dan weer speelt hij ermee. En dit vond ik altijd heel erg leuk. Dus deze ga ik openmaken en ik heb deze helikoptertje waar hij, waar hij op staat. Dat heb ik gekregen, jongen. Mijn haar zag je net. Dit helikoptertje ga ik dus nu uitpakken voor hem. Dry lips, sorry. Hij heeft net een flesje gehad. En ik ga zo meteen even een ontbijtje maken. Ik weet niet wat ik wil eten. Ik heb niet zo trek. Ik had gisteren bruine bonen gemaakt. En dat is best wel een machtige maaltijd hoor. Ik zit altijd de volgende dag nog een beetje vol. Maar ja. Ik wil mijn nagels gaan opvullen. Maar die dame die mijn nagels doet, zit helemaal vol. Dus ik zoek iemand anders die biap kan doen. En ik wil met de witte tip. Ik wil het echt deze week eigenlijk doen. Maar hoe het eruit ziet. Ik denk dat ik het volgende week ga doen. Maar ik weet het niet. Ik wil gewoon deze roze poeder. En dan met de witte tip weer of zo. Of witte poeder met de witte tip. Mensen, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het vrijdag. En ik heb een lunch voor mijn vriend gemaakt. Want ik was net onaardig. Ze moeten altijd lief zijn voor de man. Huh? We hebben een soort... Okay. Dus maken, dan ga ik even een kus geven. Ja, mogen niet zien. Ik ga snel lunch voor mij maken, want ik moet over een kwartier uit huis. En ik ben ook aardappelen aan de schillen, want ik ga vandaag aardappelpuree maken met schnitzel. Dus ik ben veel, ik ben heel veel dingen tegelijk aan het doen. Zodat het me straks scheelt in tijd. Ik weet niet of ik zo groot wil. Nog één. Deze casinobrood is echt spannend, man. Van de poma. Ik denk ik zo'n beetje zo'n soort brood hebben. Oké. Dus ik ben aardappel aan het schillen. En ik moet precies over 20 minuutjes uit huis. Want waar ik moet zijn is 5 minuten van hier. Dus dan red ik het wel. Ik moet wat van mijn tante halen. Dus ik denk dat ik gelijk dat ga halen voordat ik naar huis kom. Kom ik naar huis. Ik heb net toen ik gelijk thuis kwam boven opgeruimd. Stoffen is over gedweld. Een doekje eroverheen gehaald. Over alles. En... ja, ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik een dutje ga doen als ik weer naar huis kom. Voordat ik eens kom. En ja, dat is mijn planning voor vandaag. Morgen gaat Ace naar zijn tante. Ik heb eigenlijk nog niet echt een planning. Ik ben met Larry thuis. Dus we zien wel hoe de dag gaat. En dan neem ik jullie mee. Maar voor vandaag hebben we niet echt iets boeiends. Dus heb ik niks leuks om te vloggen. Ik doe het altijd zo in de pan en dan ga ik het tanden wassen. Ik moet echt opschieten. Dus ik spreek jullie. Dag! Nou mensen, ik ben naar de winkel geweest. En ik dacht dat ik nog een dutje kon doen voordat Ace kwam. Maar ik kijk naar de tijd. Ik denk dat het niet gaat lukken. Dus
Maar ja. Mensen, je weet toch, als je maandelijkse periode hebt en je haalt alles wat je lust. Het is te gek voor woorden. Ik wilde eigenlijk langs de McDonald's rijden om die appelflapjes te halen. Maar ik had geen zin. Want vandaag is het vrijdag en hier in de buurt, wanneer het vrijdag is, die McDrive altijd bom. Dus gisteren was ik al in de Voma gegaan, had ik deze gehaald. Ik had witte chocola gehaald, ik had dit gehaald. Ik had een salade, die had ik gelijk opgegeten. Ja. En ik had nog wat lekkers. Ik weet niet meer, maar ik ben nu naar de Lidl geweest, want ik moest eigenlijk naar de Lidl voor Larry. Want die wilde die wafels met witte chocola eroverheen. En die had Lidl niet meer, dus ik ben toen naar de Albert Heijn geweest. En toen ik in de Lidl was, toen dacht ik, ja, ik kan niet zomaar weglopen en niks kopen. Maar toen zag ik dit. Oh my god. En ik dacht, dit ga ik echt eten. Ik heb volgens mij nog ijs. Dit ga ik vanavond eten. Ik zei al dat ik casino brood moest halen, dus dat heb ik gehaald. En ik zag deze. Nee. Dit, ik dacht, maandag is voetbal. Nederland tegen Senegal. Dus I'm gonna eat this one, you know? En toen zag ik dit. Dit is mijn favoriet. Berlinerbollen. En dit had ik, oh ja, chips had ik gisteren ook gekocht. Dit had ik dus ontdekt gisteren bij de Foma. Normaal haal ik altijd die met die chili. Maar toen zag ik cream. Toen dacht ik, ik ben ook een type die van cream houdt. Nou, ik heb die hele zak opgegeten gisteren. En het was in de bonus bij de Albert Heijn. Twee voor, weet ik veel. Dus ik had gelijk in de snoepbak. Alvast. Ja, dat was. Van die koek. Wacht even. Oh. Ja, dit moet gewoon weg. Eet die lichaam niet eens. Hij vindt die lichaam niet eens. Verwend. Heb ik een verwende jongen. Want wanneer hij die andere ziet, dan doet hij die wel. Ik heb even koker omgekocht, want ik dacht, misschien maak ik het weekend wel weer een pastatje. En deze moet je dus halen voor Larry. Dus ik had even twee gehaald, want we hebben nog geen grote boodschap gehad. En voor vanavond, Moscato. Dat was het. Dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet moest kopen, maar ik heb het gekocht. Want ja, ik weet niet, ik heb zin in van alles en nog wat. Wat ik wel weet, ik heb heel erg dorst, dus ik ga even een blikje Fanta pakken. Mijn nagels zijn zo erg. Want ik zou eigenlijk mijn nagels doen bij mijn nagelstylisten, maar die dag was het Sint-Maarten en ze kwamen laat achter. Dus had het verschoven en toen bleek dat ze vandaag eigenlijk geen tijd had voor mij. Toen dacht ik, ik kijk wel bij iemand die wat dichterbij kan. Dus ik heb maandag een afspraak voor mijn nagels, want ik kan echt niet. Ik had een afspraak met die Frank, ik heet toch naar mijn nagels. Ik wist gewoon van, dat kan niet. Dan moet je het in de koelkast bewaren of in de vriezer? Oh ja, in de vriezer. Oké, okay. In de voorraadkast, koelkast. Oké, ik ben al bezig met de aardappeltjes, dus nu ga ik de snijbonen doen. Ik ga nu even naar Kyra kijken. Ik hou ervan, ze heeft altijd lange vlogs en als ik moe ben of zo, dan kijk ik dat gewoon. Ik ben eigenlijk niet heel erg moe. Zalando. Ik heb een short gekocht, want ik had een diesel, dat hebben jullie gezien, een paar beelden verder, een video verder, een diesel t-shirt gekocht, maar ik vond het, ik had expres een hele grote maat genomen, zodat het een jurkachtig werd, zodat ik het met mijn zilveren kaplaarzen aankon, maar it was giving net onder mijn mobiel, en dat ben ik niet, dus ik heb een short besteld, en ik heb een bronzer besteld, en lipgloss, dus ik ga het zo een beetje uitpakken. Maar voor nu ga ik even weer mijn handen wassen. Ik was mijn handen dichter. Dicht hier. Ik hoop dat ik
hoop dat ik vanavond de energie heb om de badkamer schoon te maken. Ik wil het liever vanavond dan morgen. Dus ik hoop, God, alsjeblieft, geef me de kracht. Maar ik ga even snel die snijbonen doen, dan ga ik even chillen op de bank. Die stamppot ga ik even stampen. Wat ik hierbij doe is boter, melk en een beetje kaas. En de schnitzel gaat zo meteen in de airfryer. Die schnitzel is echt 10 out of 10. Wat ik voor mijn zus ga halen, want morgen ga ik eten naar mijn zus. En ze wilde zo graag die schnitzel. Dus ik denk dat ik morgen voordat we eten gaan brengen, toch even langs gaan om die schnitzel te kopen. Nou, ik ga even een slokje van mijn Fanta nemen. Ik laat zo zien hoe ik de aardappel doe. Dus ik spreek jullie. Ik zag deze poeder dus, nou jullie zien mij er doorheen, mijn nagels kunnen echt niet, sorry. Mijn nagels worden gedaan, maar deze zag ik dus bij een TikToker. Ze had wel een andere kleur, maar ze was donkerder dan mij. Dus ik heb het maar gegokt, dus ik ga het even proberen op mijn huid, of het wel echt mijn juiste kleur is. Mijn pintje, ik krijg het niet open. Ik bouw. Oh, God, even anders. Ik krijg hem dus niet open en ik deze nagel van mij is bijna kapot, dus ik durf niet. Wat is dit dan weer? Hoe kan een make-up iets zo moeilijk open gaan? God. Ik baal hier echt van. Kijk, en met die duim kan ik het makkelijker open krijgen, maar die gaat bijna stuk, dus ik heb het pas over 3 dagen gedaan. Oh, nee toch. Wat is dit nou voor ongeheid? Ik vind het wel een beetje raar hoor. Dat dit niet zo open gaat. Je gaat zien wanneer ik Larry ga vragen. Is het zo open. Nou, ik heb geen tijd hiervoor. Ik probeer het wel. Zo weer. Maar toen zag ik deze lip contour kit. Ook van Revolution. Ik zocht eigenlijk een liplijn en toen zag ik deze. Wat perfect is voor mij. Heb ik gewoon geen energie ofzo? Of hoe zit het? Lekker alsof ik geen energie heb. Nou, doe gewoon even de andere kant hoor. Is dat wel goed? Ik hoop dat die potlood donker is. Kijk hoor. Nee. Ik heb hier zo'n hekel aan. Als hij zeg maar net te licht is. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik ga het toch proberen even. Misschien is deze niet zoals die andere. Dit is wel licht. Ik heb echt die dark nodig. Denk ik. Ja. Nee, ja, dit kan echt niet. Wacht even. Laat me niet. Niet gelijk negatief zijn. Kijk, normaal heb ik donker, maar ik weet het niet hoor. Hier was ik dus al bang voor. Gelukkig heb ik hier niet zoveel voor betaald. Kijk, dit is wel een mooie kleur. Ik vind het niet zo fris ruiken. Het ruikt echt chemisch, vind ik. Kijk, ik vind deze kleur mooi, maar dan moet ik wel een donkere lipliner hebben. Dus ik moet de andere weer bestellen. Kijk, zie je hoe licht dat ding is? Nee. Die potlood is zo licht. Ik ging dat gewoon gokken. Kijk, want hier lijkt het wel heel dark. Kijk. Zie je? Hier lijkt het echt op dark. Maar dit is gewoon veel lichter
dan wat hier zo staat. En dat vind ik wel jammer daarvan. Nee, niet nachts kunnen niet. Dit is donkerder dan wat ze hier aangeven. Daar baal ik van. Zie je wat ik bedoel? Hier zo? Zo licht? Kijk, als ik donkere lip potlood zet en die lichte kleur hier, dan is het wel mooi. Ik bewaar deze. Deze, hier kan ik niks mee. Dus nu moet ik dan even afwachten op die poeder. En die short, dat ga ik straks aandoen wanneer ik naar boven ga, want ik ga douchen. Voordat ik ga douchen. Oh, ik ben ook bang dat dit me niet gaat zoeten. Kijk, elke keer wanneer ik het probeer open te maken, dan schreeuwt. Volgens mij is het gewoon drukken en dan zo open doen hoor. Ik vind het niet leuk. Ik weet dat sommige mensen denken van, girl, je moet het zo open doen. Oh, mijn nicht. Oh, ik heb het, volgens mij. Ik heb het. Maar het gaat niet helemaal. Wat is het? Waarom niet? Ja, oh. Oeh. En nu hopen dat, oh ja, perfect. Perfect op mijn huid. Perfect. Kijk hier. Oh. Of nee. Oh wel. Laat maar goed kijken hoor. Dus ze denken zeker wat is hij aan het doen. Ja, ik ben gewoon even kijken of die poeder echt match met mijn huid. Even hier kijken. Ja. Ja, love it. Het moet wel goed blenden. Ja, kijk eens. Perfect, alleen dit kan niet. Die lipgloss is wel matachtig. Maar die liplijnen, die ga ik wegdoen. Kijk, deze Revolution. Ik heb de kleur medium genomen, nummer 3. En deze was 5 euro. En deze kit was ook 5 euro. Maar ik vind het zo jammer dat die kit gewoon niet dark is. Maar ja. Dus deze twee heb ik gehaald. Oké, dat waren mijn inkomen. Oh my god. Sorry. Dat waren mijn inkopen. En ik ga nu gewoon lekker op de bank zitten en wachten tot Larry komt met AC. En ja, ik heb lekker al gekookt. Ik heb niet kunnen dutten, maar dat maakt niet uit. Ik voel me goed. Ik hoop echt dat die Wizkid outfit perfect gaat zijn. Want hoe ik mijn outfit al in mijn hoofd heb. Volgens mij ben ik echt overdressed vergeleken met die anderen. Maar ja, gelukkig weten ze dat ik altijd zo ben. Gatsie, daddy. Ik bedoel het niet negatief, maar ik vind het fijn als ik geen make-up op mijn gezicht heb. Ik vind het echt fijn. Love her hair. Ik wil dit echt een keer gaan vlechten, maar toch een beetje voller. But she's pretty though. Het moet echt bij je gezicht staan. Ik ga verder kijken. Lover! Bye!